U heeft deze A ontworpen? Nou, het hele kunstwerk voor het nieuwe stadhuis, hè? Zowel binnen als buiten. Dus ook de letters hiervoor? Ja, en alles, vormt samen het woord Almelo. Hè? Almelo. Maar op de gevel staat het stadhuis en hier voor de deur in de verschillende wijzen zeg maar het woord Almelo. Maar ik zie maar één O. Had u graag wat meer die O wat willen benadrukken eigenlijk? Nou, die wordt vaak wel zo uitgesproken. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik heb hem een beetje laten dansen. Want die andere letters die zitten allemaal aan de kade. Of in de kade. En die O niet. Dus die gaat even omhoog, zeg maar. Hè? En daar is wel over nagedacht. Het is een beetje eigenlijk mijn manier om de stad Almelo zeg maar vorm te geven in die letters, dat het als het ware een beetje een stedenbouwkundig geheel is. De wijken, de verschillende bouwdelen van de stad, samen vormen de letters eigenlijk de stad, als een soort maquette. U bent de bouwer van de grote A. Ja, het bedrijf is Composite Technology Center, is gevestigd in Hengelo. We zijn de bouwer van de A, dat klopt. Ja. En het materiaal, dat komt van Tenkaten? Ja, het materiaal is een vezelversterkte epoxy, composietmateriaal, dus door Tenkaten geleverd, dat klopt. Ja. Over het algemeen geldt dat als je iets in composiet maakt, dan is het vaak de helft lichter dan wanneer je dat in staal zou doen. Onze geschiedenis ligt in Almelo, daar heeft vroeger een fabriek gestaan waar wieken werden gemaakt. En sinds die niet meer bestaat zijn er een aantal spin-offs van ontstaan, daar zijn wij er eentje van. Dus dat de vezels die eigenlijk voor de sterkte en de stijfheid zorgen, van tevoren al voorzien zijn van de hars. Die is er als het ware opgesputterd. En dat betekent dat je, die lagen zijn ook plakkerig, die leg je op die manier op elkaar op de mal. Die blijven ook mooi liggen dan. Die breng je onder vacuüm en onder wat hogere temperatuur. En dan gaat de hars vloeien. Die is voorgemengd, dus dan gaat hij ook reageren. En op die manier krijg je volledige benatting van de vezels. En tegelijkertijd gaat het uitharden tot een harde kunststof. En dat duurt ongeveer een nacht. En dan heb je een harde plaat, zeg maar, gemaakt.